monsters, monsters, yes we are. Hey, Frankie's got me falling apart. Dracula stealing my heart. Claudine, Wolfie make me hollow at the moon. Hannah, you're a famous fish in this lagoon. Clear the Nile, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Laat me raden. Manny? Ik wil zo graag dat hij zich eens een keertje uitspreekt. Maar elke keer vraag ik hem wat er nu precies in hem omgaat. En dan zegt hij weer... Wat moet ik nu toch doen? Iris, als je echt helemaal niet met hem kunt praten... Ik weet het. Dan zal ik het toch moeten uitmaken met hem. Het komt wel weer goed. Er zijn genoeg andere leuke monsters op de wereld. Maar hij is degene die ik leuk vind. Was er maar een manier om bij hem door te dringen. Ja, dit is nu eindelijk eens een echt openhartig gesprek. En daar droom ik dus al heel lang van. Maar dan eigenlijk met mijn vriendje en niet met een app op mijn iDoodskist. Ik weet precies hoe je je voelt. Ik krijg net een griezelig idee. Misschien kan deze app me met Manny helpen. Ja, kom maar. Dit is waarschijnlijk de laatste kans voor onze relatie. Hey. Als ik langer dan een minuut van je gescheiden ben, lijkt het warempel wel een eeuwigheid. Dat is precies wat ik net dacht. Ik wist wel dat er onder die superruwe bolster natuurlijk ergens een mega blanke pit moest zitten. Ze vindt je helemaal tof. Oh, mooi. Ik ook. Woorden schieten me tekort als ik zou moeten beschrijven wat ik diep in mijn hart van binnen voel voor je. Oh, Manny. Ik weet het nog niet hoor met die twee. Jij hebt toch geen app nodig om te vertellen hoe je je diep van binnen voelt over mij, of wel? Je weet wel, Gedachtenmonster, geef me het antwoord. Hij vindt je te gek.